Yo mensen, welkom bij deze Nederlandse, Engelse of wat dan ook is. Ja, ik wil een Q&A aankondiging houden. Het is dus in het Nederlands, maar ik heb het geprobeerd om Engels te doen, maar ik kan het niet. Maar weet je, ik kan heel slecht Engels bepraten, maar als ik het gewoon typ, dan is het gewoon veel makkelijker, vind ik zelf. Maar ik wil dus een Q&A aankondigen. Hier op dit kanaal wil ik dus een Q&A aankondigen. Dus ja, binnenkort wil ik de Q&A gaan doen. Dus ja, stel je gewoon lekker veel vragen hier in de reacties. Ik doe ook trouwens een Q&A op mijn andere YouTube kanaal. Dus op mijn 102 Gamers YouTube kanaal. Daar ben ik ook mee bezig om een Q&A aankondiging te houden. Ja, en dat wil ik dus ook op dit kanaal doen. Dus het is de eerste Q&A voor... dus de eerste Q&A op dit kanaal. En ja, ik denk... We hebben nu al 70 abonnees op dit kanaal. Wat super nice is. En ja, als we de 100 abonnees gaan halen, wil ik een hele dikke nummer of zo uploaden of wat dan ook. Maar dan mogen jullie zelf op bepalen, want ik kan natuurlijk ook livestreamen, want dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dan mogen jullie dus bepalen als ik dan 100 abonnees heb. Maar we laten het even over hebben, over de Q&A. Laat die gewoon even heel veel vragen achter. Je mag ook Engelse vragen stellen, dat mag dus ook, want dit is natuurlijk een Engels. Eigenlijk is dit een Engels YouTube kanaal, maar... Praten doe ik af en toe. Ja, als ik zo'n video's moet opnemen, doe ik het gewoon in het Nederlands. Want dan vind ik gewoon het makkelijkst. Want weet je hoe moeilijk dat is als je de. Ja, het is gewoon. Je bent gewoon gewend om het Nederlands te zeggen. Dus ja, net als bij Clash Royale zeg je ook wel Engelse woorden. Maar dan is het eigenlijk wel moeilijker, zeg maar. Als je. Ja, dat heb ik dus. Stel je maar gewoon lekker veel vragen hier in de reacties. Deel deze video even naar je vrienden. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Als je meer vette muziek. Wil horen en luisteren. Dus ja, laat die gewoon even die like achter en abonneer natuurlijk. En druk op het belletje en dan zie ik jullie gewoon weer later.